Deelnemers, start vrij. Twee rondes feest voor de duo sulky passagiers. Rijders met een beperking. Het is een hopelijk jaarlijks terugkerend evenement hier op de baan van Alkmaar. Want als dan Ella ligt, dan gaat ze door. En inmiddels hebben vele mensen zich verzameld om haar te helpen. In dit geval vader en zoon Tiele. En ook tuig- en zadelmakerij Harry van der Bos als mede. De trainers hebben dit geweldige initiatief van Ella Meskers ook dit jaar weer gesteund. Vorig jaar werd het misschien wel de mooiste koers van de hele dag. Eens kijken wat vandaag brengt. Nog 50 meter. En dan is de start gevallen en gaan ze twee keer rond hier op de baan van Alkmaar. En is het aan de binnenzijde Attila met Ella Meskers zelf die de leiding heeft genomen. Maar aan de buitenzijde melden zich daar Richard Luik en Hugo Langeweg junior met hun nummer 5. En dat is Emir Labrousse. Aan de binnenzijde mooi gestart Mariano. Mariano ligt daar op het vinkentouw met Dennis Minema. En samen hebben ze Calvados Himia voor de duo sulky staan. En daarachter hebben we dan Tiptronic BN Peter Brakenboer en Peter Brakenboer heeft de dame Mariska naast zich en achter deze deelnemers dan. Een deelnemer die vorig jaar lang van kop af ging, maar het net niet kon bolwerken op de laatste meters. En dat is Samantha Stolker samen met Henk Broek en het paard heet Shara Angel. Paarden komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Misschien dat uw favoriet er wel tussen ligt. En het is Attila met Ella nog altijd aan de leiding. Maar aan de buitenzijde komt daar de aanval van Hugo Langeweg en Richard Luik. En deze twee gaan toch met wat voorsprong af op de laatste ronde. Richard kijkt even waar zijn vrienden staan. Hij heeft ze niet gehoord. Dat kan zo dadelijk in de laatste rechte lijn toch wel anders, hoop ik. Achter deze deelnemers is dan aan de binnenzijde Mariano. En achter Mariano komt aan de buitenzijde dan mee naar voren Samantha Stolker met Henk Broek en Shara Angel. En op dit moment moet hij even passen, die Peter Brakenboer. Maar je weet nooit wat zijn Mariska nog uit de hoge hoed tovert. We gaan inmiddels af op de laatste bocht. En we krijgen daar zo dadelijk drie sporen. Waarbij Shara Angel losgelaten wordt. Attila, en die mee moet het overgeven daar aan kop van het veld. En de leiding is inmiddels overgenomen door Emir Labrousse. Maar onze nationale trots kan er nooit gerust op zijn. Want daar komt aan de buitenzijde een serieuze aanval van Shara Rapida en Henk Broek. Kijk hem rijden, die lange weg. Hij wil hem toch wel graag nog een keer winnen. Richard Luik, de winnaar van vorig jaar. Ja, en dan gaat hij van de benen aan kop van het veld. En dat is verboden. Ja, ja. En dus is de weg vrij voor Henk Broek en Samantha Stolker. En die gaan het hier op magistrale wijze winnen. Good old Shara Angel. Kijk die Broek juichen daar aan kop van het veld. Emir Labrousse wordt uitgeschakeld. De tweede plaats heel knap voor Mariano en Dennis Minema. Derde is dan Kees, het linkse paard. Attila met Ruud Pols en Ella. Ella dus op het podium. En de vierde plaats daarachter dan voor Peter Brakenboer en Mariska Zama. Hadden ze Tiptronic Band ervoor.